Welkom terug, dames en heren. Vandaag ben ik in Alkmaar. Ik kwam hier eigenlijk om te winkelen. Toen zag ik dit drijvende museum liggen. Ik was nieuwsgierig en ik denk ik ga eens een kijkje nemen. Goeiedag. Ja, hallo. Je lijkt wel een beetje de Robin Hood zo. Ja, maar die heb ik ook zelf gemaakt. Hè. Maar goed is het de meest belangrijke van. Dat is daar word je herkend, zeg maar. Ja, maar ook omdat ik het fijn vind. Oké. Okay. Ja hoor, nee, dat is het eerste. Ja, minimum de hoed en in bepaalde gevallen de helm dus, hè. Hier overal heb je dus, hier met de helm, de hoed overal. Oh ja. De helm. Ik kom nergens tegen dat ik geen hoed of een helm op heb. Dus nee. Hé, hey, en hoe is dit zo ontstaan eigenlijk? Want ik liep hier toevallig langs en toen zag ik het schip liggen. En toen dacht ik van, nou, hier wil ik meer van weten. Dit is mijn kinderdroom dus, hè. Dus... En dan reis je door het hele land, of? Ja, in omringende landen dus, hè. Omringende landen zelfs? Ja, zijn en die Donau en de Main en zo. En hoe lang doet u dat al? Pardon? Hoe lang doet u dat al? Dat varen dat doe ik al vanaf 2005. Oké, dat is wel een aardig tijdje al. Ja. Maar daarvoor deed ik het dus in gebouwen dus dan, hè. Voordat ik dit gebouwd had, want ja, het is natuurlijk heel intensief om dit allemaal te bouwen, want ja, het is sowieso oude balken dus, hè. Oké, geld is het niet zoveel, maar wel aan arbeid dus, hè. Om je tijd te nemen, om alles te verzamelen, ja. Overal naartoe te gaan naar de ruïnes en zo, van kastelen, boerenhoven, kloosters en zo. En al die oude balken dan weghalen dan, hè. En dan die boeren dan vragen om met een trekker het uit het land weg te slepen en zo dan, hè. Ja. En dan schoonmaken, ik zou eventjes laten zien, die balken dus, hè. Ja. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Hoe interessant die zijn dan, hè. Zo'n balken van 700 jaar oud, hè. Ongelooflijk, 700 jaar. Kijk, dit zijn die balken hier zo, de meest mooie balk. Oh ja. Dat is de balken die zijn hier, heb ik hier bij het licht gezet, dus bij de venster dus dan, hè. Ja, dat je hem goed kan zien. Ja, het is... Zij niet zo vaak zo gauw tegenkomen. Je kan het zo overheen, je krijgt geen splinter. Dan kan je zo met je handen overheen komen. Dus dan, ja. Als je het aanvoelt, dan voel je van wat het is om zo'n balkje van zulke balken van 700 jaar oud te hebben. Moet je kijken, moet je maar voelen. Kijk gewoon daar langs. Ja. Gewoon, want daar gaat het meer om dan. Hè? Dat je moet het gewoon voelen. En dan voel je van wat het is om zo'n hele oude balken om het hier te hebben. Dus dat, ja. Het is een stukje echte geschiedenis aan boord natuurlijk. Ja, zeker. Maar het is gewoon, het doet je gewoon wat. Het is gewoon prachtig mooi. Ja. Dus als je ernaar kijkt, dan zie je wel... een nieuwe balk, ja, dat is toch niets? Nee, dit is niet te vergelijken. Dit leeft gewoon, dus dit leeft dan, echt, dit heeft een ziel gewoon, dus dan, hè? Ja. Kijk, hier heb je dit ook weer, dus dan, hè? Maar de mooiste is natuurlijk die, dus dan, hè? Want dit zijn ook hele mooie balken, dus dan, hè? Kijk, als je ziet, als ze gezaagd zijn, kijk, hier kan je nog eens zien hoe dat hier dus is. Ja, dan merk je dat niet zo, dan zie je hoe dat de buitenkant eruit ziet, hè? Ja. Hier kan je nog duidelijk zien hoe het dan gezaagd is dan, hè? Ja, en dat heb je natuurlijk zelf helemaal moeten construeren, ja, zo. Ja, moet eens kijken, dus hoe het dan zo... Ja, helemaal. Heel gaaf. Dan heb je dus eentje dus hier die daar dan gebogen is dan, hè? Die vind je zelden dan, hè? Op het moment dat ik die... Ja, die komt bij mijn open hart. Dat wist ik al gelijk. Oké, die had gelijk een bestemming gekregen. Ja, precies. Ja. Dat was de enigste van in de soort. Ik heb nog eentje dus hier zo. Maar dit is een hele smalle dan, hè? Ja. Ja, die is dus dan hier zo. Ja. Maar zo eentje, ja, daar heb ik geen tweede van gevonden. Nee. Ja, dit is een heel bijzonder dus dan, hè? De paardenafdeling. Ja, ik zag al meerdere zadels ook boven. Van paarden. Wat dan? Zadels. Ja. Ja, want dat is het grote paard, maar die is gestorven. Dus dan, hè. Die is,
8 jaar terug gestorven. Oké. Je hoort hier af en toe ook de geluiden, hè, van de boerderij. Ja, precies, dat hoort daar bij de boerenafdeling natuurlijk dan, hè. Ja. Dit is zo'n soort ploeg dus dan, hè. Oh, een ploeg, ja. Ja. Die zees, dat zijn de sier. Oh, je hebt wel zees ook, ja, ja, ik zie het. Dit is die zees dus, hè. Het oude tuingereedschap, zeg maar. Ja, kijk, hier hebben we wel weten. Ja, dat is de echte zeis. Ja, dit is een kleine dan, ja, hè. Ja. Kijk, daar zit nog die zees. Daar oh ja, daar staat dan, de lange, juist. Ja. En dit gaat dus... dat ze dus het land zo mee bewerken dan, hè. Ja, die groeven trekken. Die groeven trekken, ja, precies. Ja. Hier is het al dus dan, hè. Dan houden ze dat vast en dan trekken ze het dan zo door. Ja. Ja. Hier een print van die leerlooiers met de kruik, hè. Zo was Tilburg, hè. Ja. Met carnaval heette ze kruikenzeikers dan, hè. Kruikenzeikers, ja. Ja, en dan werden ze dus, gingen ze, als ze naar huis gingen, dan brachten ze die kruik mee. En de kruik, dat was de urine dus van de nacht daarvoor dus, hè, die wordt erin in de kruik gezet en dan wordt het naar het werk meegenomen om het leer te looien. Dus, oh, oké. Okay. Ja. Dat is heel belangrijk. De urine dus, hè. Urine? Ja. Wel een vies werkje toen, hè? Ja, maar ja, het is wel beter dan chemisch spul. Ja, dat is waar. Ja, die moeten dit allemaal met hun handen dus en hun voeten dus en zo, dan, hè, en stampen erop en zo, hè. Ja. Hier hebben we de martelkamer, hè. De martelkamer. Ja, precies. Wil die ook niet op liggen hier, hoor. De visafdeling. Ja, en hier heb je dus de vlasbewerkers, hè. Ja. Voor de linnen, hè. Ja, dan gaan we de trap naar boven. Zo. Die komen bij de heksenwaag. Oh ja. De heksenwaag, bekend van de gewichten dat men en de Bijbel die men dus in vrouwen dus in wegen als ze niet te zwaar waren dus dan, hè. Ja, dan was je een heks. Ja, precies. Dus dan hebben we tegen een Bijbel dus, hè, en het gewicht. Dus bij elkaar zo'n Bijbel van 12 pond en een gewicht van 50 pond dus, hè. Ja. Bij elkaar zo 31 kilo. En dan werd het tegenop gewicht gewogen en dan weer zit je onder het gewicht, ja, dan... Dan was je niks. Dan werd je levend verbrand. Dit is een print van Oude Water. Oh ja. Wij zijn in de buurt van Gouda. Weegschalen dus, hè. Ja. Verschillende soorten. Er is iemand aan het zagen. Bij de timmerwinkel. Ja. Kijk hier. En hier heb je dus die miniatuur. Piratenschepen. Die zeilschepen. Dit is die Santa Maria van Columbus, hè, waar hij Amerika ontdekt heeft. En, hè. Ja, ja. Je hebt het in de krant gelezen? Nee hoor. Nee, we zagen de boot liggen. Oh, je dacht, je hebt nog nooit het gezien. Nee. Oh, ja, kwam is een aantal keren in het programma Man bij het Hort geweest, hè. Oké. Okay. Ja, hij was hier. Ja, Hercules. Maar die is 8 jaar terug gestorven. Oh. Hercules, kom jongen. Kom vriendje, kom. Ja. Nou, ja. Zal ik het wel doen en zo, ja. Beetje fris, koude wind. Ja. Kom jongen. Zeker. Ja, waarom geeft die dan? Ja, oké. Dan kan het ook, heb je met. Goed zo. Nou, vertel hoeveel jaar ben jij? Weet je, dat gaat je vertellen hoeveel jaar dit is. Dat je geen gaat vertellen, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, die heb ik nog niet aan boord hoor, een paard. Dan ga ik dit bakje wegwerpen, dan moet je hem ophalen. Dan moet ik hem ophalen, Hercules. Heerlijk toch? Dus als de mensen willen kijken, dan hebben ze dus tot 31 maart om hier aan de kade bij jou langs ja, te komen. Ja, precies. En heb je ook al een volgende plek waar je naartoe gaat? Nou, het wordt dan Nieuwegein dus dan. Nieuwegein? Ja. Oké, en hoe lang ben je dan onderweg? Nou, dan zijn we 2 dagen onderweg. 2 dagen onderweg en dan ja. In Nieuwegein. Heb je daar ook al een locatie van? Dat... Nou, bij de handelskade dus dan, hè? Bij de handelskade. Ja. Heel erg bedankt voor deze rondleiding. Ja, nou, graag gedaan, hè. En allemaal eventjes deze kant op, hè? Allemaal even komen kijken. Ja, precies. Ja. Oké, nou, dank u wel. Ja, hetzelfde, hè. Tot ziens. Doeg, hè.